En hier zijn we in een tuin van amper 40 vierkante meter. Dus geen grote tuin, maar zoals je ziet, natuurlijk wel hartstikke mooi, enorm bloemrijk, gewoon een leuke, gezellige tuin. Water erin voor de vogels, bijenhotel, zomerbloeiende bomen, ook voor de insecten. En natuurlijk met zonnecollectoren, een warmtepomp, ja, dan ben je natuurlijk daarin goed bezig om ook klimaatneutraal te werken. Daarnaast proberen we voor de vogels natuurlijk ook een klein beetje te zorgen. We hebben niet alleen hier een paar waterornamenten. Het is trouwens fantastisch om te zien hoe hier de vogels, ook een dikke duif, gewoon lekker erop gaat zitten, badderen, drinken. Het is fantastisch om te zien. We hebben hier ook meerdere nestkasten opgehangen. En ook die worden goed bevlogen en er zitten ook meerdere jongen in. En ook aan de vleermuizen hebben we nog een beetje gedacht. Want die vliegen hier in de zomerdag ook rond. En we hebben hier namelijk ook een paar vleermuiskasten opgehangen. 'S Nachts vliegen ze lekker rond en hopelijk gaan ze er overdag daar lekker in schuilen om de volgende dag weer verder te kunnen. Als je zo'n tuin als dit hebt, dan lijkt het of dat er heel veel werk in zit. En toch is dat niet zo. In feite is het niks anders dan gewoon af en toe een keer het gras maaien, grasrandjes. Natuurlijk, de heg die moet wel een keertje geknipt worden, maar dat is maar één keer per jaar. En af en toe eens een keer wat rozen onderhouden. Nou, hoe doe je dat? Heel simpel, uitgebloeide bloemen een keer eruit knippen. En gewoon weer wachten tot de volgende knoppen weer opkomen en die bloemen geven. En voor de rest, drietandje, emmertje. En met 10 minuten ben je gewoon door zo'n tuintje heen. One last ticket before it's gone. One last summer before it's fall. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk zoveel ruimte om van alles te kunnen maken en bordes aan te leggen met vaste planten, met rozen en alles. Maar heb je gewoon ergens een klein overhoekje, een mooie bloembak, een mooie pot en kijk eens hoe mooi. In deze voortuin hebben we getracht om middels een paar wat kleinere bomen wat meer zonwerend effect te krijgen. En dat is hier heel goed gelukt. We hebben daar een hele mooie schijnbeuk, de Notophagus, een mooie magnolia. En dit, ja, dit is eigenlijk wel het paradepaardje. Dit is de Storax, oftewel de Styrax japonica. En deze kenmerkt zich nu door al die honderden, duizenden kleine bloemetjes. En in elke bloem wordt weer bezorgd. Door ontelbare hommels. Life is wonderful. Life is wonderful. Als je rozen hebt, dan heb je natuurlijk ook wel eens een keer kans op ziektes en ook op bladluizen. Nou, is dat een ramp? Nee, dat is helemaal geen ramp. Maar zoals je kunt zien, hier hangt nog een klein zakje. Een papieren zakje. En wat hebben we hier nu voor een paar weken terug gedaan? We hebben online namelijk de larves van de lieve heersbeestjes besteld. En deze die wordt aangeleverd in een doosje. Die kun je verdelen in zakjes. En die hang je zo met een wasknijper. Hang je die in de rozen waar wat bladluisaantasting zit. Die larven die kruipen eruit. En die gaan al die bladluizen te lijf. En binnen een week ben je eigenlijk helemaal van je bladluizen af. En het enige wat je nu hoeft te doen, is deze opruimen.